Nummer 2. Kwam er nou iemand? Wat is er hier gebeurd? Het is bijna kerstmis en ik wil super graag een kerstboom. Alleen weet ik niet waar ik die kan kopen. Ik ben hier namelijk in Bloemdam, in mijn huisje in Bloemdam, zoals je kan zien. Samen met mijn allerliefste kippie, meneer Kippie. Hoi meneer Kippie. Oh, ik heb wat te eten voor jou nodig. Oh, dat heb ik. Kijk, hoppakee, die is voor jou. Eet smakelijk. En ik heb een ei. Dankjewel voor je ei, meneer Kippie. Denk ik dan maar. Ik begin ook een beetje honger te krijgen. Misschien kunnen we deze lekker opdrinken. Ja, dat helpt ook tegen de honger. Gelukkig maar. Mijn huisje is helemaal in de kerststemming. Alleen mist hij nog een kerstboom. Ik bedoel, ik heb hier kerstlampjes, een kerstkransje, daar een kerstkransje. En ik heb hier zelfs een sok. Maar dan een echte kerstsok natuurlijk. Die lekker warm is. En zelfs een mini sneeuwpop. Weet jij trouwens de leuke naam voor deze mini sneeuwpop? Laat het weten in de reacties. Oh, ik heb zoveel zin in... Wat is dat? Hoezo staat er hier een boekje? Dat heb ik hier nooit neergelegd. Van wie is dit boekje? Even kijken hoor. Hoi Alex. Dennis hier. Ik vroeg me af of ik de laatste tijd iets verkeerds heb gedaan. Ik voel me namelijk heel erg schuldig. En ik wil weten of alles goed met je gaat. Ik heb je lang al niet meer gesproken. En ik mis je heel erg. Groetjes, Dennis. Oh, ik ben natuurlijk ook weggegaan uit Dennis' huis zonder ooit wat te zeggen. Eerst woon ik namelijk bij mijn beste vriend Dennis. Hier vlak naast. Ik ben wel een beetje schuldig. Ik moet hem een keertje zien. Maar waar is Dennis? Ik kan kijken of hij thuis is misschien. Zullen we gewoon bij hem proberen aan te bellen? Ik denk dat ik het gewoon ga proberen. Dennis, Dennis, hallo! Oeh, het licht werkt wel hier trouwens weer. Jullie moeten alleen wel helpen met aanbellen. Oh, klik je namelijk op een duimpje omhoog, gaat er een deurbel af. Probeer het maar in 3, 2, 1. Dennis, hallo! Oké, Dennis, kom nou naar de deur. Ik ben het, Alex. Ik heb de huissleutel ook niet meer bij me. Oh, dat is zo vervelend. Ik weet ook niet of Dennis thuis is. Ik hoor helemaal niks daarbinnen. Hoi, Schildje. Heeft Schildje nou alle visjes opgegeten? Oh, Schildje, je bent me er ook eentje. Moet je niet doen. Maar Dennis is dus nu thuis. Misschien moet ik hem wel een boekje terug achterlaten. Ik wil Dennis gewoon binnenkort weer een keertje zien. Het is bijna weer kerst. Dus dan zou je toch denken dat het de tijd is dat ik Dennis gewoon weer een keertje moet gaan opzoeken eigenlijk. Ik denk het wel. Ik moet ook echt een kerstboom hebben. Ik kan toch nooit Dennis in mijn huis laten. Al heb ik geen eens een kerstboom in mijn huis. Oh, het ziet er wel mooi uit. Lotte heeft zelfs allemaal kerstbelletjes hier buiten gehangen. Lotte heeft het ook mooi versierd. En Lotte heeft zelfs ook een kerstboom. Lotte is namelijk mijn onderbuurvrouw. Laten we maar een stukje lopen door de stad. Waar komt iedereen toch aan die kerstbomen? Oké, volgens mij niet uit de kringloopwinkel. De kringloopwinkel ziet er ook een beetje verlaten uit, lijkt het wel. Als we ze aan het verbouwen zijn. Wat? Alle kraampjes hier zo zijn ook ineens weg. Wat is hier gebeurd? Dat ziet er niet heel goed uit. Oké, hier stonden eerst altijd winkeltjes. Wat is dat? Dat weet ik ook niet helemaal. Het lijkt wel een groot gebouw. Ik wil een kerstboom. Jeetje, wat loop ik langzaam door die sneeuw. Ik heb ook helemaal koude voetjes. Maar waar kan ik een kerstboom... Hallo? Hey Kevin! Hallo! Hoe is het met je? Ik heb jou zo lang niet gezien. Nee, ik ben lekker aan het schaatsen hier. Kan jij schaatsen? Ja, een beetje. Ja, niet heel goed. Ik kan helemaal niet schaatsen. Wow, wat ziet het er hier cool uit. Er is gewoon een hele ijsbaan gekomen hier zo. Ja, cool hè. Maar hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het helemaal goed. En wat heb je trouwens een mooie kerstmuts op. Ik heb er ook zo eentje op. Het lijkt wel alsof we gewoon dit hebben afgesproken zo. Waar is de kerstmuts? Op je hoofd. Oh, op mijn hoofd. Ja, dat klopt. Oh, je bent me er ook eentje altijd. Maar Kevin, ik had een vraagje. Ja. Ik ben dus namelijk een beetje bezig met de kerstversiering van mijn huisje. Alleen heb ik dus als enige nog geen kerstboom in mijn huis staan. Dan moet je die kopen, denk ik. Ja, maar waar kan ik die kopen? Weet jij het misschien? Ik zie hier een hele mooie kerstboom. Misschien dat we die uit de grond kunnen plukken. Ik denk dat dat diefstal is, Kevin. Ik denk niet dat we dat zomaar zo kunnen maken. Dat kan ik natuurlijk ook niet zeggen, hè. Maar goed, dat is natuurlijk ook zo. Dan moeten we die kopen bij zo'n plantenwinkel, denk ik. Bij een plantenwinkel? Waar is er hier een plantenwinkel? Ik weet het niet. Een bloemenwinkel? Ik weet het niet. Bij een plantenwinkel hebben ze meestal alleen plantjes. En niet echt kerstbomen, denk ik. Ik moet gewoon een omgehakte kerstbomen hebben. Die ergens vanaf de Noordpool komt of zo. Die mooi in mijn huis kan staan. Ik wil wel een echte, geen neppe. Ja, ik zit even te denken. Er is ook een winkel naast mijn huis, volgens mij. Naast je huis? Wat voor winkel? Ik weet eigenlijk niet zeker. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst even een rondje schaatsen. Kom even een rondje doen. Kom. Wat voor winkel? Zeg het nou!
Huh? Ik wil weten wat voor winkel het is. Nee, maar ik wil schaatsen. Oh, alsjeblieft. Oh, nou, wil je me alsjeblieft helpen? Dan geef ik je een appeltje. Oké, dan doe ik het. Voor een appeltje. Dan wel, hè. Jongen, ja. Jongen, jij bent er echt eentje. Ja, oké. Koop. Ja. Ik loop met je mee. Waar moeten we heen voor een kerstboom? Oh, nee. Kijk uit voor het ijs. Ja. Ik kan niet zo goed schaatsen. Hou je mijn hand vast tot ik niet val. Nee, doe het zelf maar. Jij kent het wel, toch? Kom op. Okay, ik ben nu al hier. Wow, dit is glad, Ik glij alle kanten op, Oké, ik heb het gered. Goed zo. Het ijs gaat ook gewoon over het pad hier zo. Konden ze niet eventjes een bruggetje daarop maken of zo? Ja, dit is jouw huis, maar welke winkel is... Oh, hier. Ja, hier. De kerstbomen, wow. Allemaal kerstbomen. Dit is gewoon een hele kerstbomenwinkel. Dit is zo cool. Ja. Hallo, meneer. Goedendag. Hallo. Verkoopt u hier de kerstbomen? Jazeker. Heeft u het niet koud trouwens in zo'n kraampje? Nee, ik ben erg warm gekleed vandaag. Ah, gelukkig maar. Kan je me helpen met het uitzoeken van eentje? Ja, tuurlijk. Oké, ik zit aan het te kijken. Ik ben een beetje op zoek naar een grote, mooie kerstboom. Beetje wat lichtere kleur. Moet ook een beetje recht staan natuurlijk. En waar veel versiering in kan. Oké, even kijken hoor. Ik loop met je mee. Kevin, kom je ook mee? Kevin, waar ben je? Ik ben hier. Ja. Kijk, we moeten hier het pad volgen, denk ik. Ik loop zo helemaal achter hem aan. Oh, wat is een mooie. Deze is wel perfect. Wow, deze ziet er echt perfect uit. Kevin, wat vind je van deze? Ja, ik weet niet. Best wel... Nee, ik bedoel, hij is heel mooi. Hij is heel mooi. Ik hoor je twijfelen. Jij wil een andere, hè? Ja. Oké. Heb je misschien nog meer? Kijk hoor. Nou, deze wel in mijn achterhoofd. Ik vind deze wel mooi. Denk hoor, wat is er nog meer? Hierachter staan ook nog allemaal bomen. Zie je dat, Kevin? Het staat hier vast. Je kan er niet eens komen. Of hier. Ja, hier. Deze kan. Deze? Ja. Deze? Ik zie je niet, Kevin. Wow, deze is ook wel mooi. Wat vind jij, Kevin? Ja, dit is de mooiste die er is. Ik weet het nu al. Deze moet je doen. Bij deze zeg je het wel gelijk, inderdaad. Vind je deze ook mooier dan die ene die we net zagen? Ja. Zeker, ja. Oké. Hoeveel moet ik betalen voor zo'n boom? Deze boom kost 1 iron. Een iron? Ik wil deze boom, maar ik heb geen iron bij me, meneer. Ga eens werken, joh. Ja, ik moet ook echt een keertje werken. Ik weet het. Ik ben een beetje krap bij geld de laatste tijd. Ik moest laatst een hele dure verbouwing doen in mijn huis en zo. Ik heb wel wat anders wat ik kan bieden. Oh, en dat is? Een appel. 1 appel? Wil je de kerstboom verkopen voor een appel? Niet voor 1 appel. 2 appels. Ah, 2 appels. Ja. Dat kan. Oké, dat kan dus. Ja. Oké, 2 appels. Dan geef ik jou 2 appels. Dan moet je even hier komen, want Kevin pakt ze anders. En Kevin die houdt ook heel erg van appeltjes. Ja, ik hou ook van appels, ja. Kevin, heel even naar achter. Ik moet heel even deze meneer zijn appels geven. Alsjeblieft, meneer. Dat denk je wel. Perfect. Mag ik dan deze? Ja. Hoe moet ik hem meenemen? Moet ik hem optillen? Ja, ik hak hem om, want hij staat nog in de grond. En dan kan ik hem aan je geven. Oké, dat is perfect. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ik ga hem zo in mijn huis zetten. Ik ga hem zo versieren. Ja, we gaan hem versieren. Allemaal. Oh, je hebt hem al. Ja. Oh, dat is perfect. Dat is snel. Dit is heel snel, inderdaad. Dit is een mooie kerstboom. Mag ik hem hebben? Ja, tuurlijk. Kunnen we hem ook in een fik zetten of is dat niet leuk? Kevin, we steken hem niet in de brand. Dat is toch niet leuk? Je wil hem optuigen. Je wil hem versieren met allemaal dingetjes. Oh ja, dat is ook zo inderdaad. De kerstboom. En daaronder cadeautjes natuurlijk. Ja, daaronder kunnen allemaal cadeautjes komen. En dan gaan we allemaal kerstliedjes zingen. En dan wordt het helemaal leuk. En dan cadeautjes openmaken. Ja. En chocolademelk drinken. En sneeuw kijken buiten. Ik heb nu al zoveel zin in kerst. Dankjewel, meneer. Geen probleem. Doei. Fijne dag nog. Ik ga toch even de partij een mooie plek uitzoeken bij mij thuis, Kevin. Dat is niet normaal voor deze kerstboom. Ik heb er zoveel zin in. En ik moet denk ik ook weer even naar de kerstwinkel om daar wat lichtjes te kopen ervoor. Want bij deze kerstboom hangen er allemaal lichtjes in. En dat wil ik ook. Ja, dat is heel leuk. Mag ik uiteindelijk ook zien hoe je kerstboom eruit ziet later? Ja, tuurlijk. Ik nodig je wel een keertje uit anders, ja? Oké. En mag ik ook cadeautjes, openen? Ik weet niet. Ben je lief geweest dit jaar? Want dan krijg je cadeautjes van de kerstman. Anders niet. Ja, ik denk het wel. Mag ik de kerstman vertellen dat de cadeautjes onder jouw boom mogen? Vertel jij het de kerstman maar, Kevin. Ik ga even naar huis toe. Ik zie hem vast nog wel een keertje binnenkort. Doei! Doei. Ga ik even schaatsen. Doei. Plezier met schaatsen. Doei. Oh, het is ook een mooie gozer altijd, hè? Maar laten wij deze kerstboom maar een mooi, mooi plekje geven. Ik zit eraan te denken om het anders gewoon in een hoek te zetten. Zo, nummer 2. Kwam er nou iemand? Wat is er hier gebeurd? Waarom ligt alles hier op de grond? Wat is er gebeurd met de ladder? Waarom staat dit hier? Oh nee, oh mijn outfits. Er is ingebroken. Klik op een van de 2 video's die hier naast mijn kruising staan. Die moet je echt gezien hebben. Doei!